wat is het weer een prachtige dag in het vakantiepark van Justin, jongens. En welkom bij de video. We zijn hier aangekomen in het vakantiepark van Justin, zoals ik net al zei. En ik had hier eigenlijk even een afspraakje gepland. Alleen ik kan Justin niet echt vinden. En ik moet zeggen, de afspraak is ook eigenlijk meer gewoon... Ik wil Justin heel graag zien en hij weet niet dat ik eraan kom. Dus het is eigenlijk meer een verrassing dan een afspraak. Maar dat maakt niet uit! Justin! Oh, ik weet al waar die is, jongens. Wacht eens even. In de vorige video heeft Justin ons laten zien dat zijn vakantiepark eigenlijk stiekem een soort van wapenhandelwinkel is. En hij heeft dat laten zien dat als je op deze knopje klikt, dat het dan hier wat open gaat. En dan kom je daar beneden uit. Precies wat we gaan doen. Dus klik erin. Oh, dat ging net aan goed. Kijk, en dan kom je hier onder de brug. En onder de brug heb je een soort van geheime dubbele andere brug. Hé, meneer KB-drone. Hij heeft een drone hier achtergelaten. Maar kijk, hier hebben we dus een soort stiekem met tweede brug. En dan kom je in deze ruimte hier. Oh, hij zal verder gaan. Justin, ben je er? Oh, daar is Justin! En Leon! Leon is er ook. Ah, goed zo, Justin. Bouw het in. Sorry, Leon. Hé, ik ga jou helpen met wat jij hier aan het doen bent. Meen je niet? Ja, ik dacht, weet je, wij hebben een alliantie en jij gaat mijn wapens leveren. Ja? Zo, ondanks dat je eigenlijk nog helemaal geen drol gedaan hebt. Alleen ik maar ben bezig. Ik weet het, maar ik wil even het proces versnellen en ik wil je helpen vandaag. Echt? Ja, ik heb mijn pickaxe meegenomen, ik heb mijn shovel meegenomen, ik heb wat aardappel van meneer KB meegenomen. Er staat iemand heel irritant te schieten daar. Ja, klopt. Maar wat moet ik doen? Zeg het. Dit plafond, dit patroontje, ja? Wil ik daar hebben. De hele patroon, dit. Ja. Dat wil je helemaal hier overheen hebben. Ja, dus ik was eerst een laagje steen aan het plaatsen. Okay. En nu moet ik, ja. Ik heb alleen geen blokken, dus ik wil wel, zeg maar, het gaat wel ten koste van jouw blokken. Oh, ja. Kijk, daar hebben we het steen al. Alsjeblieft, hè. Moet ik er een slabs even maken? Ja, dat is misschien wel goedkoper. Heb je stonecutter? Dat heb ik ook niet. Ik ook niet. Is dat boven? Die heb ik wel. Dat is mijn muis. Oh, ja, oké, dan gaan we even. Mijn bouwpunt. Helemaal prima. Oh, dan moet ik hier op klikken op het knopje. Dat was ik ook vergeten. Dan kom je in je vakantiepark bovenuit. Ja. Hier. Als het goed is. Ja, kijk, daar gaan we. Hoppakee. Wat een geheime business heb jij hier nog steeds. Ja, dat is bizar. Ik krijg belachelijk veel steen van Leon. Echt iets van 1000 of zo. Ik weet niet of je dat prima vindt. Ja, dat is lekker. Maar wat is jouw huis? Die kisten. Ja, welke kisten? Ja, aan het begin van de brug. Huis van nood. Aan het begin van de brug. Waar de panda ook binnen is. Nee, aan het begin van de brug. Oh, niet eens in het park, helemaal daar. Ja, oh mijn god. Het is een beetje sneu, maar... Maar daar is een stoomkutter, ja. Oké, Justin, weet je, ga jij lekker je ding doen. Iets anders dan wat ik aan het doen. Ga jij iets anders doen? Ik doe het plafonnetje wel, oké? Okay? Je hebt nog genoeg andere taken. Dan doe ik de vloer. Doe jij de vloer, helemaal prima. Hier, ik help je gewoon. Een goede alliantie ben ik, hè? Zo, dat is bizar. Alleen ik moet even nadenken, wat voor vloer. Ja, dat weet ik nog niet. Justin! Ja? Je plafond ziet er prachtig uit. Je hebt het vloertje zelfs al gedaan. En ben je trots op me? Ik heb je hele plafond gewoon best wel veel werk heeft gekost. Ik moet zeggen, je hebt me ook wel geholpen. Eigenlijk heb ik jou geholpen. Maar jij hebt mij geholpen met het helpen van jou. Ik vind het wel leuk. Ik vind het prachtig eruit. Wat is de volgende taak? Zeg het eens. Muur. De muren moeten. En hoe wil je ze hebben? Geen idee. Geen idee? Serieus, je hebt nog geen idee. Geen idee. Misschien wat hout invoegen. Ja, dat kan, maar het is wel een bunker. Hè? Misschien wil je, zeg maar, je kan ook hout in je meubels toevoegen in plaats van je muren. Ja. Weet je? Maar wat voor steen dan? Ja, weet je? Misschien van die pilaren, dat een beetje stevig lijkt. Van die pilaren, maar dan wel van stone bricks zoals dit hier. Ja, dat denk ik, ja. Ah, ja, kijk, dan moet je het hier doortrekken zoals dit. Ja. Heb je erbij stone bricks? Wacht, trouwens, die kan ik maken. Ach, 25. Nee, ik heb er genoeg, niks aan de hand. Ew, ik ook. Kijk, als je nou zo doet, ga ik even heel jouw bunker bepalen. Dus gewoon, ik claim nu ook een beetje stiekem patent op jouw bunker. Het is op onze bunker is het nu. Kijk, zo. En dan inderdaad wat je zegt, pilaren. Hoe dik zou je ze willen? Misschien 3. Als je het hier eentje doet, zo. Kijk, en dan hetzelfde in deze hoek daar, snap je? Ja, goeie. Ja, dat gaan we doen, Justin. Ja, dat gaan we doen. Dat gaan we doen. Zo, wat hebben wij veel gedaan, zeg. Wat hebben wij een productieve tijd gehad, Justin. Ik vind het leuk. Het is heel mooi. Ik vind het mooi geworden. Wat wil je hier eigenlijk hebben? Geen idee, maar... Dat is een goeie. Mogen jullie beslissen? Laat even een reactie achter wie jullie willen. Ja, ik ben benieuwd. Oké, Max. Ja. Dankjewel voor het helpen. Het was heel erg dat je hier was. ik dacht, weet je... Ik ga een keertje gewoon iets goeds doen voor een ander in plaats van alleen maar aan mijn eigen basis werken. Ik ga jou een keertje helpen met gewoon het... Weet je waarom? Vooral, ik was gewoon bang dat het er niet mooi uit zou zien. Dat is niet waar trouwens. Dat is gelogen.
Ik ga snel weer naar je vakantiepark. Je mag al je blokken mag je ervoor terug hebben. Die hoef ik allemaal niet. Dat zijn echt behoorlijk veel bouwblokken hier. Hoppakee. Zo, dat is allemaal voor jou. Doe er wat leuks mee. Wacht. Ik zie 4 kisten. Oh ja, ik had er ook kisten bij inderdaad. Kist, heb je de kist daar nog steeds niet opgepakt? Kist. Nee! Hier, ik plaats hem af voor je. Hier zo. Ja, dankjewel. Hier, dan kan je al je spulletjes kwijt. Weet je, ik heb je geholpen, maar ik ga niet gelijk je spulletjes in beslag nemen. Weet je? Wil je ook alles naar boven brengen en sorteren? Nee, ik ga lekker naar huis. Ik heb genoeg hier gehad, weet je. Ik heb je al geholpen met deze basis hier beneden met je wapenwinkel. Ja. Meer ga ik niet doen. Hier, dankjewel. De knop. Hey. Tot ziens. Je krijgt snel je levering. Krijg ik snel mijn eerste levering? Ja. Helemaal top. Doei. Joujou. Nou jongens, we gaan nu weg van het vakantiepark van Justin. En tijdens dat bouwen dacht ik kan mijn timelapse wel aanzetten. Maar Justin was ook al aan het timelapse voor zijn YouTube kanaal. Dus wil je het nou heel graag zien, de timelapse, dan moet je gewoon even naar Justin's YouTube kanaaltje gaan. Ook hartstikke leuk. Linkje staat in de beschrijving. Oké, maar laten wij gauw naar huis gaan voordat ik ontdekt word door de mensen daar. Oh mijn god, ik ben ontdekt. Laten we snel naar huis gaan. Zo, we zijn veilig aangekomen bij het grote Walnut hoofdkwartier. En ik zie nog steeds dat meneer KB niet dit grote gat hier heeft opgelost. Dus helaas moeten we dat even zelf doen. Laten we even wat dirt erbij pakken. Ik denk dat ik dat wel heb. Ik heb geen dirt. Ah, dan lossen we het op met pink concrete en dit hier met mijn goede kleur blokken. Doen we eerst even een laagje pink concrete hier bouwen, want dat gat hier in het midden, jongens, dat kan echt niet langer. Dat moeten we echt even oplossen. Zo, dan is dit in ieder geval gewoon dat roze eronder. Dan kunnen we nu onze blokken hier opbouwen. Ah, gelukkig is het een heel klein gat, weet je. En meneer KB, ik heb het maar weer opgelost, hè. Jij hebt het gat met Rick voor zijn hoofd gemaakt en ik moet het weer oplossen. Ongelooflijk eigenlijk, hè. Oh, ik schrik me helemaal kapot. Ik denk het ging weer fout. Laten we even naar boven gaan. Want ik hoorde van, volgens mij, Justin. Die zei dat er nieuwe drones waren. En klopt dat? Oh, dat ziet er... Wacht, heb ik dat ook? Oh, dat is nieuw, jongens. En er staat een drone. Betekent ook dat... Oh, dat betekent dat ik een balkonnetje heb. Ja, ik heb een balkonnetje, jongens. Oh, dat vind ik echt leuk. Jongens, we hebben nu officieel bij het Walnut hoofdkwartier hebben we een balkon. En ik zie dat meneer KB ook een eigen balkonnetje heeft. En ik zie dat er allemaal antennes op het dak zijn geplaatst. Dus zo, oh mijn god. Maar, oh, dit is de drone. En jongens, we hebben nu een drone. En ik had dat persoonlijk aangevraagd. Puur zodat we berichten naar elkaar kunnen sturen op een hele coole manier. Het is spannend, man! Zit er ook wat in? Oh, dit is een testbrief. Groetjes, KB. Er zit daadwerkelijk wat in, inderdaad. Oh my days, weet je, we gaan de testbrief gaan we aanpassen. Kijk, dit is ook een testbrief. Groetjes, Walnut. Zo, en die gaan we terugsturen naar hem. Want blijkbaar heeft meneer KB hier... Hij laat weer zijn deur openstaan. Weet je, we gaan een boze brief achterlaten. 11, 2 seconden. Hoor. Hier, eerst gooien we de testbrief erin. Zo, die is nu met de drone deze kant op gevlogen. Dat is het idee erachter. Hij heeft ook een barbecue, heeft hij op zijn balkon. En Justin heeft ook een balkonnetje. Ik vind het leuk, jongens. Kijk, hij heeft de deur heeft hij opengezet. Hoe cool is dat? Doe je deur is dicht, man, meneer K. Oh. Oh, dat is nieuw. Jongens, je hebt nu natuurlijk EP20, waardoor je bordjes aan kan passen. Je hoeft bordjes niet meer te slopen. Je kan tegenwoordig gewoon in Minecraft nu, omdat EP20 uit is gekomen. Kan je rechtermuisknop op een bordje doen en dan kan je hem aanpassen. En dan... Dit is geweldig. Dit past perfect bij de feng shui van het kantoor. Ik ben echt groot fan hiervan dat je bordjes aan kan passen. Oké, maar laten wij even een boze brief achterlaten bij meneer KB. Beste meneer Keizerbroodje, ik, de opperbevelhebber Walnut, zie dat jij opgegroeid bent in de kerk. Doe nou eens die deuren achter je dichte tocht. PS, de drones en balkonnen zien er goed uit. Groetjes, ik, Max dus. Nou, ik ben helemaal tevreden. Laten we die hier ook instoppen. Zo. En dan gaan we de testbrief gaan we naar Justin brengen. En dan doen we de deur achter hem dicht. Kijk, Justin laat wel zijn deuren. Justin, ik ben trots op. Je doet eindelijk een keer wat goed. Je doet je deuren achter je dicht. Kijk, doen we zo. Hoppakee. Ik zie dat de mannen ook nog steeds allemaal hun meloenen van ons bedrijfsuitje hebben bewaard. Dus ik denk dat het wel leuk is om een soort van trofeeënkast ergens te plaatsen waar wij onze meloenen kwijt kunnen. Hoe leuk is dat? En laten we dat ergens hier in het zicht doen. Waar gaan we dat doen? Ik denk dat het hier misschien wel leuk is om een trofeeënkast te maken. Of misschien een klein tafeltje hier. Of hier misschien. Weet je, ik ga even wat blokken pakken en dan gaan we een klein trofeeënkastje maken. Want ons uitje van vorige aflevering, dat is echt, dat moet in, dat, die koester ik in het hart. We hebben wat spulletjes. Waar gaan we een soort trofeeënkastje maken? Weet je, ik denk dat het wel leuk is als we dat hier doen. Dat ik dat water hier even weghaal. Ik bedoel, het was leuk, maar uiteindelijk kan ik hier veel wat mooiers maken dan water verdrenden. Dus als ik nou eventjes hier dit wol gebruik, zo om het pad door te laten lopen. Maken we het even netjes ook, zoals dit. En dan hier, ja, dat wordt hem. En we hebben het glas al bij ons, jongens. We gaan het een beetje aanpassen, de inrichting hier. Ik wil echt die trofeeënkast hebben. Ik ben trots op onze uitjes. Dan beginnen we met een zwart randje. Zoals dit. Dan halen we de painting halen we even weg. Die is niet meer nodig.
Tot hierboven ongeveer. Even kijken zoals dit ongeveer. Dan pakken we met wit glas, nemen we hem over. Kijk, en dan maken we hem dicht. Hoe zou dit eruit zien als we het zo doen? Even kijken hoor. Dan moet ik even de omgeving nog netjes maken. Ja, ik denk dat dit wel wat leuks kan zijn. Als we de vloer ook even goed doen. Dan de bank zeg maar doortrekken zoals dit. Dat het zeg maar gewoon een loungebank wordt. Dan de bodem moet even wat meer detail hebben. Misschien gewoon witte concreteblokken zoals dit. En dan bovenin ook. Om het af te sluiten. Zo. Ja, dit kan nog wel eens een mooie trofeeënkast worden, jongens. Alleen ik twijfel over de witte blokken, of het witte glas. Misschien dat het gewoon grijs glas moet zijn. Onderop doen we die lights in ieder geval. En bovenop ook. Dat zijn dus zeg maar de ledlampjes die dan op de trofeeën schijnen. En ik denk dat zwarte dingen zoals dit denk ik het mooiste is. Oh, een soort vitrinekast. Dat is het woord dat ik zoek. Oké, hoe ziet dit eruit? Gewoon in het donker kleurtje. Ja, veel beter. Veel beter, jongens. En dan nu plaatsen we hier een sign aan de voorkant. Trofeeënkast. En dan eronder hoofdkwartier Walnut. Hoofdkwartier Walnut. HKW. Zo heet het. Dit is gewoon onze trofeeënkast, dit. Kijk, en dan plaats ik er even heel veel itemframes. En het leuke is, ik heb een texture pack waardoor itemframes onzichtbaar worden, jongens. Zo. Hoppakee, dus dan zie je ze niet. Maar wat ik wel kan doen, is in ieder geval mijn meloen. Die wil ik er heel graag in hebben. Ik ga hem ook renamen. Meloen van Uitje. Meloen van Uitje. Nou, nee, trouwens. Meloen van Walnut. Uitje. Meloen van Walnut Uitje. Dat zo noem ik hem. Meloen van Walnut Uitje. Kijk, en dan, wat we dan doen is we plaatsen hem daar. Hoppakee, meloen van Walnut Uitje. Doe het glas, plaatsen we dicht. En dan hebben we de eerste trofee in de trofeeënkast, jongens. Dit is toch leuk? Hoe geweldig is dit, hé? Gewoon een trofeeënkast hebben we. Nu vind ik wel dat dit even net anders moet, even goed. Zeg maar, de bankjes hier en zo. Die bankjes, die passen er niet helemaal bij op het moment. Maar ik vind de trofeeënkast vind ik echt geweldig. Dus heb jij nu nog op het moment een idee van... Oh, Max, je moet echt dat als trofee daarin doen. Want dat is het een van de eerste items die je voor dit gebouw gebruikt hebt. Laat het weten in de reacties, ma! En nu je toch in de reacties dingen aan het achterlaten bent... Jongens, moet je even zien. Zoveel abonnees hebben wij op het moment. Dit is zo dichtbij de 300.000. Dat je gewoon even verplicht bent om te abonneren. Het is helemaal gratis. Doe nou even. Kom op, help me alsjeblieft. Ja, maar wat gaan we hier doen, jongens? Hier nu in de zijkanten. Hebben we hier nu zoveel ruimte vrij? En er moet ergens, vind ik, nog een soort wachtruimtetje komen. Ik zou hier heel simpel gezegd gewoon even een stoel zoals dit kunnen doen. Ik weet niet of dat een beetje leuk... Ja, op zich. Op zich is dat wel leuk, dit. Er moet ook nog een koffiezetapparaat ergens komen. Dat is het hele ding. Maar volgens mij, jongens, hebben wij bij meneer KB gezien hier... Dat er een koffiezetapparaat op zijn to-do-lijstje staat. Is dat later? Wacht, weet je, ik heb een idee. Ik ga nog iets aan zijn to-do-lijst toevoegen. Hier, takeboek. De deur dicht doen. Zo, hoppakee. Nou, die past er nu mooi bij. Nou, hier is nu nog mooi ruimte voor dingen zoals een koffiezetapparaat en zo, weet je. Laten we nog even een glow ink zakje en een white dye op het bordje doen. Dan shine het wel helemaal mooi. Dus nu natuurlijk is het bordje een beetje kaal en een beetje saai. Maar als we op deze manier bonk, bonk... Oh, wat doe ik nou? Oh, je kan hem editen natuurlijk. Bonk, zo, kijk, dat ziet er beter uit. Trofeeënkast, hoofdkwartier, Walnut. Oeh, wacht, ik moet hem updaten, jongens. Dat is, oh, ik ben zo blij dat je tegenwoordig gewoon bordjes zo kan editen. H. Kijk, nu snap ze dat het een afkorting is. Hoofdkwartier, Walnut. Maar goed, we zijn genoeg hierboven geweest, jongens. Het is tijd om een beetje progressie te maken aan de basis. En dan bedoel ik niet nog meer trofeeënkasten en zo. Maar dan bedoel ik eigenlijk vooral de ruimte hier beneden. Mag wel eventjes wat mooier eruit zien. Nou, mooier eruit zien. Mag vooral even opvulling krijgen. Die skeleton daar moet even doodgemaakt worden. Ik weet niet hoe die daar terecht is gekomen, maar hij is daar. Hé, joh, ga eens weg! En ik wil graag mijn buitenkant ook nog even afmaken. En dan bedoel ik niet de buitenkant van het hoofdkwartier. Maar ik bedoel eigenlijk de buitenkant van... Ja, wel het hoofdkwartier. Maar ik bedoel niet zo, maar ik bedoel hieromheen en zo. Want, als ik hier even het water induik met een 360 zo... Dan kan je zien dat hier aan de buitenkant... Kijk, dit klopt allemaal niet. Zie je, dit is allemaal nog gewoon niet mooi en zo. Ik wil die halve cirkels wil ik helemaal rondom eromheen hebben. Dus wat wij gaan doen, is even een mooie timelapse starten. Dan gaan we veel progressie maken. Ik ben benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren, maar volgens mij veel progressie. Dus veel plezier met kijken naar de timelapse in 3, 2, 1...
daar zijn we weer na een prachtige timelapse. En we zijn één dagje verder in het leven. Ik was druk bezig met de timelapse en ik ben daarna lekker naar bed gegaan. En nu is het gewoon een dagje later. Ah. Maar wat ben ik blij met het resultaat. Ik zei dat ik waarschijnlijk de binnenkant wilde gaan doen. Maar uiteindelijk heb ik alleen maar de buitenkant gedaan. Want het heeft me best wel veel tijd gekost. Omdat het heel veel witte concrete kostte. En heel veel gras en dirt en blaadjes en weet ik wat allemaal. Maar wat zijn we tevreden met het resultaat. Helemaal rondom zijn nu gewoon van die cirkeltjes met mooie tuintjes en farmpjes en gewoon versiering. En het leuke op het moment is, jongens, dat kan ik heel moeilijk laten zien omdat ik niet echt makkelijker omheen kan vliegen of zo. Er is op geen enkel punt meer een normaal stukje van het eiland te zien. Het hele eiland is gewoon bedekt met gewoon, ja, mijn gebouw. Er is nergens meer een dirtblokje, een zandblokje, een weet ik wat blokje die boven water komt. Het is één en al gewoon mijn basis. En dat vind ik zo leuk als ik gewoon even hier over het randje loop. Zo, je kan gewoon letterlijk geen... Het is alleen maar mijn basis gewoon. Alsof mijn basis hier uit de oceaan is gestegen. En we hebben nu ook een soort achtertuintje. En hier gaan we zo meteen mee verder, jongens. Dat is de rest van de planning van deze video. Oh, nu heb ik jullie aandacht, hè? Spannend! Dit is namelijk een achtertuintje, zoals ik net al zei, waar je hier door naar binnen kan of naar buiten. Hé, hey, wat is dat? Ben ik daar net langs gelopen? No way. No way dat ik dat gemist heb net. Ik weet het niet. Volgens mij wel. We gaan zo kijken wat het is. In ieder geval, ik heb hier nu onder de ruggengraat van het gebouw. Hebben we nu een soort doorgang gemaakt. Tuurlijk moet het er nog mooi uitzien. Dat snap ik, jongens. Het ziet er nu natuurlijk helemaal niet uit. Maar, weet je wat ik hier ga doen? Wij gaan hier mijn dierenverblijf maken. Ik heb natuurlijk die dieren allemaal zo heel zielig daarvoor staan. Maar ik dacht, weet je, dit is de perfecte plek om het dierenverblijf te bouwen. Alleen... Jongens, daar komt hier is de twist. Ik ga het wel heel leuk maken. Ik heb een heel leuk idee. Laten we eerst even voor ik het leuke idee vertel. Ik zag een nametag, of lag dat aan mij? Oh, dat is een vis. Ik dacht dat ik een nametag zag, maar dat was een vis. Hallo, visje! Voordat ik mijn leuk idee vertel over het dierenverblijf, jongens, het gaat een heel uniek idee zijn. Wil ik heel even kijken wat voor post dat is. Want er staat een armor stand en er staat een barrel. En daar ben ik net gewoon blijkbaar langs gelopen. Eerste levering. Oh, bij Just Auto. Justin, wat is dit? Een zwaard met sharpness 1. Ik hoop niet dat dit de levering is. Beste mens. Hoezo mens? Walnut de sterkste. Kijk, zo wil ik het horen. Hierbij mijn eerste levering. Ik zou het heel erg graag op prijs stellen als je dit sterke, onverwoestbare armor setje aan wil trekken. En hem gaat uittesten of die het zo sterk is als die eruit ziet. Of hij... Oh, ik snap het. Of hij zo sterk is als dat hij eruit ziet. Ook zit er een supersterk zwaard in. Alles met één klap. Die alles met één klap omlegt. Maar er zit sharpness 1 op. Dat is helemaal niet zo sterk. Hoor graag een antwoord per brief in mijn brievenbus. Met vriendelijke groet, Justin. Naamloos vakantiepark. Hij heeft nog steeds geen naam. Wat is de armor? Is het dus daar nog eens extra dikke trui? Met protection 1. Justin. Ik wil wapens. Ik wil dingen hebben om tegen Rick te kunnen vechten. Wat geef je me? Een extra dikke trui. Een extra dikke wollen sokken. Een dikke wollen broek. Een helmpje. En een sharpness 1 zwaardje. Dit is niet wat ik wil, Justin. Maar ja, we houden het maar even aan voor deze aflevering. En we moeten Justin niet teleurstellen natuurlijk. En hij verwacht een brief terug. Weet je, dat doen we later deze aflevering. Eerst wil ik heel eventjes aan de slag gaan in mijn achtertuintje. Ik voel me echt volwassen. Lekker aan de slag in mijn achtertuintje. Want jongens, wat wij hier gaan doen, dat gaat echt bijzonder leuk zijn. Laten we eerst even al dit dirt wat ik in de timelapse geplaatst heb hier weer weghalen. Ook zo stom eigenlijk. Ja, nu gaat het spannend worden, hè. Wat gaat hij doen? Waarom haalt hij alle dirt weer weg? Ik weet niet waarom, jongens. Het is zo spannend, dit. Zo, dan pakken we alle dirt weer op. Want het zou zonde zijn als we dit allemaal verliezen, natuurlijk. De dirt hebben we zo meteen wel gewoon precies weer... Precies dit hoeveelheidje hebben we zo meteen weer nodig. Dan zou je al een beetje kunnen raden wat we gaan doen. Maar voordat ik dat moet doen, moet al dit water moet ook weg. Oh, wat vervelend. Dat is echt een vervelende taak. Al dit water moet weg. Hoe gaan we dat doen? Misschien zijn er sponsjes te kopen op Marktplaats. Laten we even kijken. Hallo, Marktplaats meneer. Ik kom eraan. Even kijken wat je allemaal verkoopt vandaag. Ik hoop sponsjes. Waarschijnlijk niet. Hé, wat zit nou? Een flesje focusdrink ertussen. Oh, we moeten het op een andere manier doen, jongens. En ik heb al een idee. Alleen ik hoopte dat het... Oh, jezus, wat doe ik met mijn muis? Ik hoopte dat het niet zo ver hoefde te komen. Maar helaas moet het op een andere manier. De manier waarop we dit moeten gaan doen is met zand. Heel veel zand. Overal en nergens plaatsen. En dan zakt het naar beneden. En dan kunnen we daarna het zand weer weghalen. En dan is het water weg. Het is een beetje een... ja, vergezochte manier. Maar het is de manier. Weet je, laten we gewoon even snel het water weghalen. Het was in principe best wel een langer taakje dan verwacht. Ik heb al mijn zand gelukkig ook weer terug. Maar omdat het best wel diep was, jongens,
heeft het me oprecht, denk ik, een half uurtje gekost misschien. Ik dacht, ik doe het even binnen 10 minuutjes, maar uiteindelijk duurde het echt heel lang. Ik denk dat ik beter gewoon sponsjes had kunnen gebruiken. Maar dat maakt niet uit, we hebben het nu gedaan. Laten we even mijn zand opruimen en mijn spulletjes wegdoen wat ik bij me heb. Want ik heb ook heel veel dirt en andere troepjes bij me. Want wat we nu gaan doen, jongens, is in principe ook een simpel taakje. Alleen, wederom een beetje saai. Ik moet namelijk al dit steen weghalen, want ik denk dat ik tot ongeveer dat niveau daar wil. Dus dat betekent dat al dit steen hier ook gewoon weg moet. Het moet namelijk wel mooi plat zijn. En dan kunnen we van dit pad hier, kunnen we mooi een trap maken. Gewoon een rechtstreekse trap zo naar beneden tot ongeveer dat niveau. Ik denk dat we dat wel redden. Het is een saai taakje, maar gelukkig niet heel moeilijk. Dat met dat zand was denk ik nog saai, want dat was irritant met water en weet ik wat allemaal. Dit is gewoon simpel steenhakken. Oh, er zit helemaal geen efficiëntie op deze pickaxe, joh. Of efficiency, weet ik hoe je het zegt. Jongens, ik denk, waarom gaat dit zo traag? Dit duurt echt eeuwen voordat ik denk ik klaar mee ben. Maar ik heb helemaal geen goede pickaxe. Laten we even kijken of we misschien een enchantment boekje hebben. Of dat we ergens een goede pickaxe kunnen kopen. Want dit is oprecht gewoon niet te doen hoe ik het nu wil doen. Misschien kunnen we een boekje kopen ergens. Even kijken hoor. Kijk, deze kost 20.000. Tim, 20.000. Oh, maar dan heb ik wel een hele goede pickaxe. Wacht, is er een goedkoper iets? Ik ga het gewoon uitgeven. Volgens mij heb ik al 20.000. Tim, je bent een oplichter. Oh, hallo. Je bent een oplichter, maar ik heb toch van je gekocht. Ik heb een hele goede pickaxe nu. Ja, deze is veel sneller, jongens. Deze is echt veel sneller. Merken we dat ook als we hakken? Oh, ja, jemig. Hey, waarom heb ik nog niet eerder zo'n goede pickaxe gehad? Het heeft me wel 20.000 euro gekost. Geld in het spelletje natuurlijk, hè. Niet in het echt. Dan maken we het gelijk even gelijksvloer hier. Dan kunnen we hier zo meteen dirt en gras op plaatsen. Heb ik jullie trouwens een beetje... Ik heb volgens mij nog niet eens helemaal verteld hoe ik het wil gaan doen, hè. Ik ben maar gewoon een beetje wat aan het doen. Ik heb uiteindelijk helemaal niet het definitieve plan verteld, jongens. Oké, wacht. Het gaat hier naar beneden. Dan wordt het helemaal plat. Dan komt de dirt. En dan gaan we daar, op die vloer daar, komt of op dat niveau, komt allemaal glas. Waardoor de diertjes lekker de oceaan in kunnen kijken. Als er een visje voorbij zwemt of een dolfijntje. Dan kan Heinrich het paard ernaar kijken en mee communiceren of zo. Ik heb geen idee. Het is in ieder geval een heel leuk concept, vind ik. Het past echt bij dat futuristische concept van mijn basis natuurlijk. We hebben een hele basis die alleen in de toekomst kan leven op het moment. Dus ik dacht, weet je, dan kan ik wel een dierentuintje gewoon normaal op het oppervlakte maken. Maar nee, als wij dan wat gaan doen, als wij even een dierenverblijf maken, dan gaat die ook futuristisch zijn. Deze dieren moeten ook in de toekomst leven. Zo gelijksvloers. Gelijksvloers. Dan komt hier zo meteen allemaal gras en dirt op. Moet nu dit ook allemaal hier weg worden gehaald. Even denken hoor. Ik wil wel nog met lagen gaan werken. Het moet niet één grote vlakte hier worden natuurlijk. Ik wil ook een beetje met die halve cirkeltjes hier werken. Nog eentje lager maak ik het dan. Dan hakken we hier een soort half cirkeltje uit. Ik heb wel even... Moet even kijken hoor. Dit moet natuurlijk wel allemaal gewoon weer witte concrete worden. Hoe gaan we dit doen? De vorm gaat ongeveer vanaf hier komen, denk ik. Vanaf hier. Ja, vanaf hier. Kijk. Zo. Zo. En dan ongeveer zoals dit. Ja, dit gaat leuk worden, jongens. Dit gaat helemaal prachtig worden. Ik zie het al gewoon weer helemaal voor me. Enig is dat mijn witte concrete volgens mij op is. Dus dat is wat minder ideaal, maar hè, kan gebeuren, hoor. Risico van het vak. Oeh, wacht even, hoor. Nee, dit moet wel dit niveau blijven zoals dit. Oké, dan hebben we als het goed is alles uitgehold en uitgehakt hoe we het willen hebben. Dan is het nu tijd om het op te gaan vullen en netjes te gaan stucadoren als het ware. Dit moet allemaal wit worden. Daar moet het allemaal wit worden. Dat moet grijs worden. Hier moet dirt komen. Laten we het even omtoveren. Enig is, ik heb niet meer heel veel gravel, maar jongens... Ik heb een nieuw geheim plekje gevonden. Ik was namelijk voor de timelapse eerder deze aflevering bezig om heel veel dirt te hakken. Dus ik had hier gewoon gangen aan dirt gemaakt. Maar op een gegeven moment kwam ik terecht bij één mega grote gravel biome. Ik weet niet wat het is, jongens, maar ik heb nog nooit zoveel gravel op één plek gezien. En ik kan gewoon lekker gaan hakken en rammen wat ik wil. En overal waar ik sla is gravel. Het is echt helemaal top. Dit is zo goed voor de concrete. Zo, dan hebben we voor nu alweer even genoeg. Nou, trouwens, laten we sommige blokken even dumpen die we toch niet gaan gebruiken. En omruilen voor gravel. Dan hebben we even wat nieuwe witte dye nodig, maar gelukkig hebben wij nog heel veel boomblocks. En ik weet eerlijk gezegd niet eens meer hoe ik daar aan ben gekomen. Volgens mij heeft iemand dat ooit aan me gegeven. Maar dan kunnen we white dye van maken en dan kunnen we heel veel witte concrete maken. Oh, wat ben ik hier blij mee, jongens. We hebben meer zand nodig. Nou, zand hebben we gelukkig nog genoeg. Wacht even hoor. De dirt wegdoen. Ja, kijk dit nou, jongens. Kijk hoe ideaal dit is. We hebben zoveel witte concrete weer. Hier ben ik echt blij mee. Dan het dirt hebben we ook nodig om het weer op te vullen. Heb ik ook een grasblokje ergens? Ja, hier gras. 45 nog. Oeh, mijn shovel is bijna stuk. Daar moet ik op letten. Ik wil niet weer een shovel verliezen. Kijk, wat we dan doen is dit niveautje hier even hoger maken. Zo, dan is dat netjes.
vullen we dit op met dirt. Maar ook in de tussentijd een beetje met gras. Zodat het uiteindelijk gewoon mooi gras kan worden natuurlijk. Zo, dat groeit vanzelf wel. Dan doen we hetzelfde hier beneden. Dit moet nog weggehaald worden. Laten we overal dirt en af en toe even een grasblokje. Zodat het gewoon vanzelf natuurlijk kan gaan groeien. Hoppakee, dan is dat gedaan. Dan is het nu tijd om die stenen muren even mooi te krijgen. Gelukkig kunnen wij dat met concrete powder heel snel doen. Waarschijnlijk zit er wel water achter verstopt. Dat nu ineens... Oh, dat valt wel mee. Oh, nee, er zit wel water. Hey, maar water gaat mij niet stoppen, jongens. Water zal mij niet stoppen. We gaan het gewoon netjes afbouwen, dit. En dat is... Oh, dat is nog niet gedaan. Dat is ook weer gedaan. Nou, dat ziet er al heel netjes uit. Dan nu alleen nog even de grijze concrete en de trap. Alleen het ding is, ik heb nog geen grijze concrete gemaakt. Ik hoop dat ik nog een beetje heb. En anders moeten we die ook even maken. En dan laten we hopen dat we niet alle gravel op hebben gemaakt. Dat zou zonde zijn. Laten we gelijk even een soort van trappetje maken. Even kijken hoe dat uitkomt. Hopen dat mijn shovel niet stuk gaat. Oeh, we kunnen best wel een mooie trap maken, jongens. Kunnen we hem gewoon echt heel smooth maken. Niet eens zo heel stijl, weet je. Gewoon een beetje... Ja, dit gaat wel goed komen. Hier, als we het nou een beetje zoals dit doen. Hier, kijk, hoppakee. Dan kunnen we hier een leuke... we maken er wel wat moois van, weet je. Komt goed. In ieder geval is er een soort van trappetje al nu zoals dit. Ik zie het al voor me. Zometeen hier gewoon glas. Of in ieder geval in een bepaalde vorm komt hier glas. En dan hier alle diertjes lekker. Ze gaan het zo naar hun zin hebben. Gelukkig hebben we nog genoeg grey concrete. Dat scheelt. Laten we gelijk even wat blauw glas zoals dit pakken. En even wat frog lights. En even deze. Kijk, dan ben ik benieuwd. Laten we er gelijk wat moois van maken. Hoe gaat het met mijn shovel? Nog 6. Maar er zit een breking op, dus dat betekent dat ik iets meer kan hakken. Maar ik moet even goed heel voorzichtig zijn, jongens. Hier laten we even zoals dit gewoon hier het pad maken. Even met glas er... Ah, glas erop. Dat het duidelijk is, hier is een ingang van iets... Heb ik heel even water nodig? Maar dat kunnen we altijd gelukkig in de oceaan pakken hier om ons heen. We hebben genoeg water. Dat scheelt! Toveren we dit even om tot normale blokken. En dan mag deze weer normaal. Want de vloer gaat ook even blauw concrete worden of blauw concrete powder. Tot ongeveer hier. Met twijfel ik misschien dat ik dit ook wel blauw maak, dit gedeelte hier. Dat hier helemaal geen dieren komen. Dat de dieren echt alleen hier beneden staan, weet je. Dat dit gewoon nog een platform is waar je leuk kan staan en kan kijken naar de prachtige diertjes. Daar moeten we nog even over beslissen. Zo, dan hebben wij even wat kwarts nodig om de trap ook daadwerkelijk loopbaar te maken. In plaats van dat je telkens moet springen. Dat slaat ook helemaal nergens op. Gelukkig hebben wij dat hier. Laten we dan eerst deze smooth kwarts hier pakken. Om dit netjes af te sluiten. Zo, ja. Dan plaatsen we overal slabs. Dit is een prima trap dit, jongens. Stijlvol. Ziet er goed uit. Dan denk je, hé, dat komt net niet uit, weet je. Maar dit wordt natuurlijk nog dichtgebouwd. En dan komt het gewoon precies uit. Oh, daar ben ik blij mee. Dit komt zo goed uit, jongens. Oh, maar deze, als we dit namelijk opvullen. Dit komt echt perfect uit. Ik ben helemaal blij. Nu denk ik dat ik de vloer hier buiten ook gewoon gras zou. Puur omdat die trap zo goed uitkomt. Vullen we dit even op met donkere concrete blokjes. Halen we het laatste beetje steen weg. En dan vullen we het helemaal netjes op. Ook aan de andere kant natuurlijk. Zo. Dan maken we hier nog even... Oh, dan maken we van dit nog even normale blokken. Zo. Oh, dat gaat wel heel even ten koste van een beetje... concrete powder hier op de vloer. Maar dat kunnen we zo elk moment vervangen. Dat is geen probleem. Hoppakee. Vervangen we het gelijk even weer. Hoppakee! Jongens, ik ben zo tevreden hierover. Het enige is dat de doorgang hier een beetje random is, al zeg ik het zelf. Zeg maar dat het hier in één keer van zwart naar wit gaat, vind ik een beetje apart. Maar het ziet er zo goed uit, dit. Dit ziet er zo ontzettend goed uit. Wat we dan hier nog even doen, is het randje dik maken. Maar dat gaan we niet meer met een shovel doen, want ik denk dat die elk moment stuk gaat. Die gaan we zo meteen even repareren. Geen zin om weer geld uit te geven aan een nieuwe shovel. Maar dit maken we wat dikker. Puur. Oh, wacht trouwens. Ik ben nog helemaal niet klaar. Dit moeten we nog helemaal gewoon mooi maken, dit. Ik moet even heel veel water plaatsen. Puur zodat het gewoon helemaal bedekt kan worden in normale concrete. Want het is nu nog allemaal powder. Dat is niet de bedoeling. Zo, nu ziet het er al helemaal netjes uit als het water even weg is. Dan kunnen we hier eventjes glas plaatsen ook. Netjes zoals dit. Hoppakee. Maar ik denk dat ik het wel tot hier kan doen. En gewoon hier ook even dirt van kan maken. Het staat nergens op om hier nou ook glas te hebben, weet je. Zo. Dit ziet er goed uit, hé. Dit ziet er echt goed uit. En hier komen alle diertjes. En hier natuurlijk glas. Dat is het enige nog. Daar moet even glas komen. Ik wil weten hoe het er van boven uitziet. Wacht even. Laten we even naar boven klimmen. Of naar boven klimmen. Gewoon de lift nemen. Want we hebben helemaal niet kunnen zien hoe het er van boven een beetje uitziet. En ik denk ook niet dat we dat heel goed kunnen gaan zien. Want we hebben geen elytra of zo. Gaan we heel even via oranje shirtgas zijn kantoor naar binnen. Klimmen we even hier op en dan kijken we heel even naar beneden. Oh, ja, jongens, dit is leuk. Dit is zo leuk. Ook al kan ik het niet heel goed zien vanaf hier, maar het trappetje ziet er goed uit zo.
platformpje daar ziet er goed uit. Misschien dat we dat toch nog even blauw maken, nu ik het zo zie. Daar komt nog mooi glas, waardoor de dieren lekker het water in kunnen kijken. Ik ben helemaal tevreden. En wij gooien even een dikke emoji hier naar beneden. Komt-ie. Boom. Hoppakee. Zonietje gaat eronder. Oeh, dat betekent dat we het ook moeten belichten, maar daarom had ik deze meegenomen. Wacht, laten we eerst mijn shovel repairen, anders zie ik het alweer gebeuren. Diamonds hebben we toch genoeg in principe, dus we kunnen zo doen. We kunnen hem gewoon eventjes repairen. Huh, dat gaat toch zo? Of niet? Is dat een anvil waar je dat in moet doen? Dan kost het XP. Ja, dan kost het XP. Oh, ik wist al... Wacht, ik weet al hoe je dit moet doen. Ik weet het alweer. Je moet eerst een andere shovel maken en die twee combineren. En dan... Oh, maar dan is de enchantment eraf. Hè? En zo dan? Oh, kijk, dit is hem. Dat kost 2 XP, maar dat maakt niet uit. Dan hebben we wel gewoon weer een mog gerepaired. Nou, laten we dan even de allerlaatste dingetjes doen, jongens. De vloertje hier blauw maken, het glas erin stoppen. En dan gaan we volgende keer de dieren waarschijnlijk erin. Of misschien op deze aflevering. Ik weet het niet. Even kijken hoe ver we komen. Zo gaan we het even een beetje belichten. Ik heb 2 van deze mee en ik heb genoeg van deze mee. Dan kan ik hier namelijk in de hoekjes, zou je kunnen zeggen. Laten we er zo 1. Laten we dit doorlopen. Laten we er even in... Oh, ik verpest het weer. En dan zo. Ja, dat ziet er goed uit. En dan is het ook gelijk een beetje belicht. Nog niet helemaal ideaal belicht. Ik denk dat er hier ook nog wel eentje mag. Alleen ik heb dat glas niet meer. Dat is een beetje het stomme eraan. Dan moeten we even wachten tot we daar glas kunnen doen. Dan doen we hier een lampje. Want ik heb wel wit glas genoeg bij me. Zo. Hier een lampje. Hoppakee. En dan moet ik eigenlijk hier ook nog even lampjes doen. Laten we even dan wat glas maken. Want volgens mij hebben we niet meer normaal glas. We hebben alleen nog maar gekleurd glas. Of er zit nog heel veel in de ovens. Nee. Nee, oké. Okay. Nou, laten we even een beetje glas bijmaken. Maken we dat even in de goede kleur. En dat hebben we gelukkig nog hier. Zo, hebben we ook nog grijze dye. Ja, die hebben we nog, zeker hier. Ik wil ook nog even donker glas maken. Oh, ik heb niet genoeg glas. Oké, we hebben genoeg van alles nu. Betekent dat we ongeveer hier... Is er een midden? Dit is het midden volgens mij. Ja, dit is het midden. Dan gaan we hier. Doen we ook even een lampje. En dan hier ook even een lampje. Hoppakee, ziet er goed uit. Dan hier weer een glasblokje zo. Alleen ik vind het in het midden hier vind ik het niet zo mooi. Heb ik het liever heb ik het hier in de hoekjes. Gewoon op deze manier. En dan hier ook eentje. Ziet er denk ik net even wat mooier uit. Zo. Ja, veel beter. Doen we hier in de hoekjes ook nog even een beetje belichting. Doen we wel met witte glas. Ja, gewoon wit glas zo. Kijk, dan is het gewoon hier ook belicht jongens. Alsof het niks is. Hoppakee. Allemaal belicht. Waar gaan we de trap doen en hoe gaan we die doen? Ik heb oprecht geen idee. Nu moet ik even omhoog bouwen. Laten we even het overige glas halen, want dan kunnen we de glazen muur maken. En dan is het hele idee klaar dat de dieren gewoon, hoppakee, zo de zee in kijken. Alleen heb ik denk ik wel wat meer glas voor nodig dan wat ik nu hier uit heb gehaald. Dat is een beetje het probleem. Maar gelukkig hebben we genoeg zand. Niks aan het handje! Er zit weer heel veel nieuw zand in de ovens. Laten wij vast gewoon beginnen met het 45 glas die we hebben. We gaan het blauw glas maken, want dan matcht het mooi met het blauwe water natuurlijk. En laten we even kijken vanaf waar we dat kunnen doen ongeveer. En hoe we dat willen doen. Willen we het helemaal hebben? Willen we het alleen op bepaalde plekken hebben? Dat is een beetje de vraag, weet je? Hoe willen we dit gaan doen? Ik weet wel dat dit er heel mooi uit gaat zien als ik het nu al zo zie. Dit gaat echt geweldig worden, jongens. Oké, het glas is op. Laten we gelijk nieuw bijhalen, want ik denk dat nu inmiddels alweer wat nieuw glas gesmolten is. Zo. En dan doen we het denk ik gewoon alleen letterlijk tot hier. Dit randje zo maken we glas en de rest houden we denk ik wit. Misschien dat we er dan een soort vormpje ook nog in maken. En dit moet overigens ook gewoon even gelijk wit worden, want dit ziet er niet uit op het moment. Zo, hoppakee, netjes. En dan denk ik dat we het in ieder geval tot dit niveau doen. Dat het wel zeg maar dik blijft, anders ga je het glasrandje zien. Nu zie je vanaf afstand zie je het glasrandje zie je gewoon niet, weet je. Laten we even alle witte concrete snel oppakken voordat het despawnt. Zo zonde zijn. Want het probleem waar we aan deze kant tegenaan lopen, jongens, is dat hier een soort grote steenhoop zit. Dus ik denk dat ik die of weg moet halen. En dan kunnen we hem helemaal rondom maken. Ik denk dat dat wel mooier is. Of ik moet ermee akkoord gaan dat het zoals dit... Nee, ik ga die stenen rompje weghalen. Het ziet er niet uit. Die stenen rots hier moet gewoon even netjes weg. Irritant om onder water de hele tijd te minen, jongens. Je moet de hele tijd naar boven zwemmen om lucht te happen, anders ga je weer dood. En het gaat zo traag onder water. Ik heb er echt een hekel aan. En dan kies ik ook echt voor zo'n soort basis, weet je. Dat maakt het mezelf wel heel moeilijk af en toe. We zijn er bijna, jongens. Nog een paar laagjes. En dan is de vervelende taak eindelijk voorbij. Weet je, hij hoeft ook niet helemaal weg. Zolang hij maar een beetje plat is en het uitzicht niet wordt belemmerd, weet je. Dat is belangrijk. We zouden het een beetje kunnen terraformen. Ja, op zich. En dan kan ik hem later altijd nog weghalen, weet je. Zolang het maar niet tegen het glas aan zit en het uitzicht gewoon niet belemmert. Dat zou zonde zijn. Oké, ik vind het prima. Ik ga weten dat het bijna dood. Ik ben zat. Laten we het gewoon zo. We gaan akkoord even voor nu. Dan dumpen we even al onze troepen in de oceaan. Want we zijn heel goed voor het milieu. Voordeel is, in de tussentijd is er sowieso heel veel glas gesmolten, jongens. Of heel veel zand in glas gesmolten. Dus dat is een groot voordeel. Pakken we gelijk even wat aardappel, want mijn aardappelen zijn op. Ja, kijk, dit is hoeveel glas ik wil, jongens.
Dan hebben we meer dan genoeg. Maken we het ook nog mooi blauw. Boom. Hoppakee. Ja, en dat die twee dik boven is, dat vind ik ook wel mooi. Dat vind ik serieus wel gewoon een stabiel randje, weet je. En dan trekken we hem helemaal door tot en met ongeveer deze hier. En dan is het een soort twee dik randje dat er nog omheen loopt. En we zijn, als het goed is, helemaal klaar. Laten we even kijken naar het eindresultaat. Hakken we deze blokken hier even weg. En het ziet er, jongens, ik vind het er geweldig uitzien. Ik vind dit serieus zo een leuk resultaat. Laten we mijn diertjes hier even heen brengen. Dan kunnen ze vast genieten van de omgeving, een beetje wennen en naar andere visjes kijken. Hoe leuk is dat? Heinrich, Robin en Stoffel. Volgens mij zijn dat mijn huisdieren. Ik kom jullie even ophalen, jongens. Ik heb hekjes mee en dan kan ik jullie weer even vastzetten. Even denken, hoe gaan we dit? Er is een schaap en kippen bijgekomen. Het hok is echt gewoon gegroeid. Sinds wanneer zitten jullie hier allemaal, jongens? En nog een varken. Oh, maar deze. Laten we eerst beginnen met Heinrich. Heinrich, jij bent het allereerste paard dat ik hier ooit heen heb gebracht. Kom, we brengen jou naar je nieuwe huisje toe. Ik hoop dat je ervan gaat genieten. Je kan lekker naar visjes kijken. Je kan lekker andere dingen doen. Er is alleen nog geen trap naar jullie plek toe. Maar kijk, er zijn al dolfijntjes en hij is met blokjes aan het spelen volgens mij. Volgens mij is hij met de white concrete aan het spelen. Ja, kijk nou. Hij is de white concrete heen en weer aan het duwen, die dolfijn. Ik wist niet eens dat dieren dat deden. Sinds wanneer spelen dolfijnen met blokjes? Moet je zien. Hij pakt ze op en hij neemt ze ook echt mee. Wat een goed detail dit. Kijk, zie je, je hebt gewoon... Oh, het boeit je niet, je bent gras aan het eten. Nou, laten we de rest van de diertjes ook maar even ophalen. Eerst doen we Robin het varken. Kom maar, Robin. Je mag mee. Gooien we dit even dicht. Zo. Ze stonden zo stom er altijd voor, weet je, die dieren. Oké, beloof me dat je niet doodgaat door deze sprong. Alsjeblieft, ik smeek het je. Hier, ik maak het zelfs makkelijker voor je. Dit is een makkelijk sprongetje. Niet doodgaan. Oh, joh, je kreeg niet eens fall damage. Niks aan de hand. Weet je, Robin, ik hoef jou niet eens aan een lead vast te zetten. Je kan letterlijk gewoon gaan en staan waar je wilt. Je kan geen kant op. Ja, hij is nog steeds met de blokjes aan het spelen. Hier, pak ze op. Wacht, pak ze dan. Doe iets leuks. Doe iets leuks. Hier, kijk. Ik vind het geweldig, dit. Echt waar. Wat een entertainment. Volgens mij probeert hij de blokjes naar mij toe te brengen of zo. Ik weet het niet. Ik pak ze op. Dankjewel, dolfijn. Je bent echt een topper. Hij heeft de blokjes naar me toe gebracht. Nou, dan doen we de kippen. Oh, en blijkbaar het varken wil ook heel graag. Weet je de route zelf of zoek je... Stik er maar in, weet je. Weet je, we hebben al een varken. Ik weet niet eens waar jij vandaan komt, maar ik... Hier, we hebben Robin het varken al. Hoppakee. Vlees gaat ook de oceaan in. Een schaap. Een schaap hebben we nog niet. Een schaap wil ik wel hebben. Dan heb ik al van alles wat, weet je. Je hebt alleen nog een koe nodig. Hier, kom maar, schapie. Dan moet alleen Stoffel de schildpad nog. Maar jongens, die kan je niet aan een lead vastzetten. Dus die moet ik helemaal gaan duwen. Wat heb ik zo geen zin in. Laten we eerst even dit platformpje hier weghalen. Of dit platformpje, die fences. Nou, Stoffel, ik moet jou helaas duwen. Oh, dit gaat echt eeuwen duren. Kijk hoe spastisch die ook is. Doe ze normaal, man. Doe ze rustig aan. Kijk, even druk bewegen. Weet je, ik maak in het verblijf ga ik een waterplekje voor hem maken, jongens. Want hij heeft wel echt water nodig. Anders is hij oneindig op het land. Dat is ook zo zielig. We zijn er bijna, Stoffel. Kom maar op. Even doorlopen nog. Je bent er bijna. Trappetje af. Nee. Ga niet op... Jij mag het, ga je snel omhoog. Hij ging denk ik heel snel omhoog, jongens. We gaan gewoon naar beneden, Stoffel. Je bent bijna in het dierenverblijf. Hier krijg je ook water en zo. Het gaat helemaal top worden. Kijk, openen we het glas. En... Dag, Stoffel. Veel plezier. Hoppakee, jongens. Dan hebben we Heinrich, Robin, 3 random kippen en Stoffel. Oh ja, en een schaap hebben we inderdaad. In de volgende aflevering wil ik even leuke decoratie toevoegen waarschijnlijk. Of in een van de volgende afleveringen. Voor nu hebben ze het even dikke prima hier, weet je. Ze kunnen lekker naar de vissen. Kijk, er zwemmen daar 3 normale visjes. 3 kabeljauwtjes. Net was er ook een dolfijntje. Jongens, veel plezier in het nieuwe verblijf. Ik vind het helemaal mooi geweest. Ik ben benieuwd hoe het er nu van boven uitziet. Nu het met glas is en blauwe blokken en met de dieren er daadwerkelijk in. Even kijken hoor. Oh jongens, dit ziet er leuk. Ik ben zo ongelooflijk tevreden met het resultaat. Ik ben zo tevreden. Zo dusdanig tevreden dat wij de video helaas af gaan sluiten, jongens. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet zeker even niet te abonneren. Wil je nou meespelen op deze Minecraft server? Dan kan dat zeker. Kan je met dit IP meespelen. play.combatfame.nl. Speel je nou Bedrock editie? Dan moet je even deze poort gebruiken. 26006. Dankjewel voor het kijken. Vergeet nogmaals niet te abonneren en te liken. We zitten bijna op de 300.000 abonnees. En dan nu, kijk lekker deze video. Dit is namelijk het vorige deel. Hierin zijn we op een vakantieuitje gegaan. Of een bedrijfsuitje met het hele team. Hartstikke leuk. En ik spreek je later. Glaasje water. Tot de volgende keer.